Je wou iets in de media doen? Ja, ik dacht eerst aan Miss België mee te doen, want via Miss België komt men dan meestal in de media. Maar ja, van heel klein eigenlijk. Paula is gestart in 1953. Ik was toen 7 jaar, dus dat had een enorme impact. Wij gingen ook kijken op de Bondgenotenlaan, de grote winkels waar dus televisieschermen stonden, in de kou van de winter van 1953-54. En ja, dat maakte ontzettende indruk op mij. En ik was al een tijdje bezig met voordragen. Ik had het Dr. de Gruyter juweel gewonnen met een gedichtje van Paul van Ostaaien. En ik waagde mij ook wel eens aan Gaston Durnay en Annie Schmidt enzovoort. Dus dat nieuwe medium, dat boeide mij wel. Ook later, toen ik naar de Studio Herman Terling ben gegaan, was ik een van de weinigen die echt met televisie bezig was. Want ook daar was het weer not done in de theaterwereld om met televisie bezig te zijn. Fik Moeremans die zei ooit, toen ik later dan Keromaar in minirok de wereld instuurde: wat ga je er doen, Frisco verkopen? Dat was de mentaliteit toen. Die televisiecarrière bij de openbare omroep heeft gelopen van 68 tot 88, zeg maar. Met, dus zoals al gezegd, Binnen en Buiten, Dubbel-Dobbel, Rad van Fortuin, Spel zonder Grenzen, Hotel Amerikain met Mike aan Zee, Talkshow Mike. Ja. En dan komen we stilaan bij 88, tenzij je over die periode nog... Nee, alles is daarover gezegd. Hè. tenzij je daar nog randinformatie wil overgeven die wij mogen horen. Maar dan in 88, wat Chris al aangaf, zaten wij nog bij het moederhuis en ja. Jij ook trouwens, maar was je in stilte? Nee, niet in stilte. En ook niet. Ik heb het geluk gehad, net zoals jij en de meeste van die tijd die hier zitten, hebben een ontzettend mooie tijd gehad bij de openbare omroep. We hebben kansen gekregen, we hebben programma's mogen doen, dus er was voor ons, het hoefde niet voor ons. Maar we hadden daar wel dikwijls over gepraat, vooral Guido de Prater, die mijn producer was voor Spel zonder Grenzen, van ja, het komt wel op ons af. Hè, want er ging een Europese regeling komen waarbij het monopolie van de BRT moest doorbroken worden, de liberalisering van de media. En dan in dat scenario, what if, hè, wie, wat, hoe. Wij zijn dan in mei 88 benaderd, met de opdracht van, voilà, hier is een wit blad papier. We hebben geen gebouw, we hebben geen telefoon, we hebben niks. We gaan 1 februari op antenne met een nieuw station. En daarop programma's, bewegende beelden, lachende mensen. Ik bedoel, dus ja, dat was niet evident. En dus Guido en ik zijn letterlijk met een wit blad papier begonnen. Mekaar in de ogen gekeken en zeggen, ja, wat hebben we nodig? En dan moet je het hele lijstje beginnen afwerken. Als je dat vandaag zou zien, je gelooft dat niet. En je begint er ook niet aan natuurlijk, want het was waanzin natuurlijk. Wij hadden bijvoorbeeld eind 88, dat wil zeggen 2 maanden voor de start, hadden wij geen 100 mensen in dienst, geloof ik. Terwijl er bij de BRT 2600 waren. Om maar dat verhaal van David en Goliath even aan te halen. Of ze allemaal werkten bij de BRT, dat weet ik niet, maar ze waren ingeschreven. Hè. Maar in elk geval, simpel was het niet, omdat er inderdaad, zoals je zegt, een zwaar monopolie van de BRT was. En dat was niet alleen een monopolie van de BRT, juridisch, maar ook in de technisch monopolie bijvoorbeeld. Er waren in 88 geen studio's in Vlaanderen, geen televisiestudio's. Dat is pas in 89, eind 88, begin 89 gekomen, met de start van VTM, van mensen die daarin geloofden, of die er brood in zagen. Er was bijvoorbeeld voor ons geen straalverbinding beschikbaar de eerste 2 jaar van VTM. Dat was ergens gaan draaien. Cassette binnengooien in Vilvoorde dan, met een motaar, mensen die ook de Ronde van Frankrijk en zo deden. Dus voorhistorische dingen allemaal. We hebben moeten repeteren voor het nieuws.
ja, zonder camera's, want we hadden geen studio, we hadden geen camera's, we hadden geen eindregie enzovoort. Dus dat moest allemaal besproken worden, dat moest aangevraagd worden. En er moesten elke dag zo'n 50-tal beslissingen genomen worden. Van de belangrijkste eerst is, gaan we het zelf doen of gaan we dingen uitbesteden? En wij hebben gekozen voor een uitbestedingspolitiek. Wij wilden dat Vlaamse audiovisuele landschap dynamiseren en niet een tweede BRT worden naast de openbare omroep. Wij wilden niet al onze planken zelf gaan zagen en onze hof onderhouden, allemaal net zoals de openbare omroep. Dus wij dachten dat alle mensen die van de studio of van het conservatorium of van Erasmus of van het Ritz enzovoort kwamen, die mensen hadden vroeger de keus. Ofwel bij de BRT werken, ofwel in een café gaan werken. Dat was zo hun keuze, maar er waren geen alternatieven. Dat is ondertussen veranderd. Men sprak van een bloedbad dat VTM ging aanrichten, in het geval het zou marcheren. Maar ik denk dat naast degenen die bij de BRT werken, er nu toch ongeveer ook nog een 2500 mensen werkzaam zijn in de audiovisuele sector. En dat is mede door die keuze geweest. Dus je moest heel belangrijke keuzes maken. Moesten we een eigen eindregie hebben? Ja, dan nee. Gingen we dat ook uitbesteden? Gingen we studio's zetten? We hadden geen gebouw. Stap maar eens naar een architect en zeg, meneer, ik heb een televisiegebouw nodig. Je zegt, ik heb dat nog nooit gemaakt, meneer. Alleen de BRT is een televisiegebouw. Ja, maar het moet iets totaal anders zijn. Dan moet je dus de hele briefing geven van hoe de communicatie binnen het gebouw was, van de diensten onderling, et cetera, et cetera. Dus dan zit je plots met architecten aan tafel, de dag daarna zit je met ingenieurs aan tafel. Wat daar op korte tijd allemaal gerealiseerd is, het contact met alle mogelijke productiemaatschappijen. Maar er waren geen productiemaatschappijen, want alleen de BRT was een productiemaatschappij. Dat was de grootste productiemaatschappij van de Benelux waarschijnlijk. Dus zijn er allemaal mensen die dan weggegaan zijn bij de BRT, met eigen initiatieven gestart zijn. Dat is een verhaal dat zich later nog herhaald heeft natuurlijk. Maar dus, ja, zo is stilaan dat landschap beginnen groeien. Maar bijvoorbeeld, om over het monopolie te spreken van de BRT. Iedereen kent die beelden nog van, hoe heet de man? Van Wallendalen. Ja, we hebben er straks nog over gepraat. De Herald of Free Enterprise. Waar Tuur van Wallendalen, daar staat te vloeken. Godverdomme, Brussel, maar allee, jongens. Dus ondertussen was ze wel op antenne, was ze in de ether. Maar daar had de BBC sneller de beelden op antenne gezet of in de ether gebracht, sneller dan de BRT. Terwijl het voor onze Belgische kust was gebeurd en dat was, ja, wraakroepend eigenlijk dat zoiets kon. Maar jij had een andere visie op nieuws maken of nieuws bekijken? Ja, natuurlijk. Allee, ja, ik bedoel, komen vertellen van wat er die een dag gebeurd is, dat is iets wat mij niet interesseerde. Dus ik vond dat men nieuws moet brengen. As it happens, dat zijn de sterkste momenten van televisie ook. Ik bedoel, of het nu de Twin Towers zijn of de landing op de maan. Maar het moment dat iets rechtstreeks gebeurt, dat zijn de sterkste momenten van televisie. En daar moet je ook de technische tools voor hebben natuurlijk. En dus straalverbindingen bij ons niet te krijgen. En ik denk dat ik een van de vier nota's die ik in mijn hele leven gemaakt heb, toen aan Jan Merks bezorgd heb over de Herald of Free Enterprise. En hoe dat probleem van straalverbindingen oplossen. Want wij konden dan wel eens een straalverbinding van de BRT krijgen. Maar dan moest dat de vrijdag voor 5 uur. Moesten we naar dat kantoor bellen, want dat sloot dan. En dat ging pas terug open om 9 uur de maandagochtend. En daartussen waren dus geen straalverbindingen voor ons mogelijk. En dus, ja, ik had in Tokio Nippon TV bezig gezien met satellietwagens en de uplinks en et cetera. Dus ik kwam dan aan die lieve leden van de Raad van Bestuur na 1 of 2 jaar VTM uitleggen hoe ze dat allemaal moesten doen, hoe dat we dat probleem van die straalverbindingen moesten oplossen. Maar ook dat was een monopolie van de BRT, want de BRT had alleen maar de toestemming, niet alleen voor straalverbindingen, maar ook voor uplinks. Zelfs in het Amerikaans theater was het een probleem als de studiomeester een talkback gebruikte, want dat kon niet, die frequenties waren voorbehouden voor ofwel het leger, de BRT en dan nog iets, maar alleszins niet voor privégebruik. RTT waarschijnlijk. Ja. RTT. Dus ook dat monopolie moest doorbroken worden.
En dan moet je met de administrateur-generaal van de RTT aan tafel zitten. Maar dan voelt de politiek zich gepakt. En als je eerst de politiek benadert, dan voelt de RTT zich gepakt. Dus je moet ze samen benaderen. En dan zijn we op een zeker moment gaan samen zitten met Jean-Luc Dehane, die toevallig ook in Vilvoorde woonde. Of is het nu omgekeerd? Ik wil het kwijt. We zaten samen aan tafel bij zijn kabinet, samen met de administrateur-generaal van de RTT. Met de hele uitleg, samen met Jozef Mertens, onze ingenieur, directeur techniek, van hoe we dat zagen, dat uplinken, downlinken en SNG-wagens en een transponder op de satelliet, et cetera. En die zat rustig aan zijn pijp te trekken en die zei, dat kan niet, hè? Dat kan niet, hè? Dat is, je hebt de toelating niet voor. Hè? En de Hane die zat rustig zijn patatten te pletten met zijn vork, die keek zo over zijn bril. En die zei, want die was mee met ons verhaal, die geloofde daarin al, die was het eens met de visie. En die zei tegen de administrateur-generaal van RTT, ja maar meneer X, die dingetjes zo, die talkie, hoe heet dat, walkie-talkies, meneer de minister. Ja, walkie-talkies. Mag dat? En dus die zegt, nee meneer de minister, dat mag niet. Voilà, ik heb uw antwoord, zei hem tegen ons. Dus hij heeft dan echt gelobbyd en bij de RTT om ook dat monopolie te doorbreken. Om u maar te zeggen, het was niet zo zoals de dag van vandaag. We gaan een nieuwe zender starten, we zitten hier bij elkaar, we zetten een camera, we huren een camera in en een regisseur en iemand voor de belichting. Veel meer dan dat. Ja. Dus je moest alles zelf uitvinden tot de stoel waarop je zat eigenlijk. Hè. Toen wij met VTM in 1989 starten, dan zei men bij de openbare omroep, ja maar voetbal, never. 3 jaar later hadden we het voetbalcontract. Drama, never. Hè. We hebben dan ons geluk, Moeder waarom leven wij, et cetera, gemaakt. Nog van een andere orde dan bijvoorbeeld de beslissing om te zeggen, we gaan een daily soap maken, familie. Iedereen verklaarde ons alweer voor gek. Maar ja, dat was een beetje gebaseerd op de Hanskes en de stationromannekes, et cetera. Dus ik dacht dat daar wel een publiek voor was. Plus bovendien waren er de voorbeelden in Australië en in neighbors, Engeland. Neighbors, buren, van, noem maar op. Dus je ziet zo, alleen door dat landschap te dynamiseren, hè, later Wittekerke 2 keer per week. Er was veel drama. Ontzettend grote studio's, maar mensen die bezig zijn met scenario's, mensen die bezig zijn met schrijven, acteurs die plots in plaats van alleen maar het dramatisch gezelschap of een theatergezelschap, en anders was er nergens plaats voor een acteur. Nu zijn er honderden plaatsen voor acteurs en ook soms voor niet-acteurs. Dus er is, dat brengt dat met zich mee. Plus bovendien is er nu eindelijk een beetje politieke interesse voor de media ook. De media die een fantastisch exportproduct kunnen zijn. Kijk maar naar de Scandinavische landen met Borgen en de Killing en noem maar op. Ik bedoel, dat komt niet zomaar plots uit de lucht vallen. Dit is al jaren geleden gebeurd in Australië met het tax shelter systeem. Tax shelter waarin de belastingsvoordeel is. Voor de bedrijven voor de die bedrijven mee die investeren. Ja. Omdat dat een goed product is ook om te exporteren. En je ziet dat stilaan ook de Vlaamse ook, film hè, ja. Begint te draaien. Als je ziet de cirkel, wat Veerle doet, wat Matthias Schoenaerts, noem maar op. Allee, er zijn zoveel dingen die internationaal plots aan bod komen. Terwijl dat vroeger allemaal zo tussen de soep en de patatten misschien 20.000 kijkers haalden in de zalen, als het zoveel was. Je toekomstvisie is van plaats voor 2, 3 één openbare omroep en daarnaast commerciële zenders. Ja, maar het is complexer dan dat natuurlijk, omdat er omdat nu ik even toch naar de toekomst wil kijken. Ja, maar dat is ook toekomst, omdat er op dit moment een beetje, naar mijn gevoel, een hypocriete situatie is. Er is een boel publiciteit op de openbare omroep op dit moment. Zowel 4, 5, VTM, Tobi, al die groepen, ja, ze zitten op het tandvlees. Hè. Ik bedoel, die commerciële omroep, de gewestelijke, de regionale omroepen, hè, zitten allemaal op het tandvlees. Maar aan de andere kant zitten we met belastingsgefinancierde openbare omroep,
waar ook nog reclame op zit. Terwijl niemand daar vragende partij is. Het enige wat de medewerkers van de VRT vragen, is bedrijfszekerheid. Dat men zegt, zal dit bedrijf kunnen blijven bestaan? En dat is een overeenkomst die ze moeten maken met de politiek. En dat is een engagement die de politiek moet maken om te zeggen, wij staan garant de komende 5 jaar, bijvoorbeeld, verder eens een beetje koffiedik kijken, wij staan garant voor een openbare omroep die dat moet invullen tegen deze prijs. En ik ben dan voor de scheiding van, zeker gezien het kleine taalgebied, voor een scheiding van openbare middelen en privémiddelen. Dat maakt dan aan de andere kant 1 bedrijfszekerheid voor de VRT, hè, die dan weet tenminste, dat is heel makkelijk als je kan zeggen, volgend jaar zal mijn inkomen zoveel zijn en mijn uitgaven zoveel. Dat is heel makkelijk om een businessplan te maken. En aan de andere kant creëert dat terug weer wat middelen voor de privéonderneming, voor de privé-televisie, die het alleen moet hebben van reclamegeld. En laat daar dan de concurrentie maar spelen. Maar dat geeft toch alweer wat ademruimte om dan naar 2, 3 volwaardige privé-initiatieven. Dus je zou de commerciële boodschappen willen weghalen bij de openbare omroep? Zeker op televisie, ja. Het is makkelijk praten nu, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal zo de wereld insturen en zeggen dat ik, want ik ben buiten schot bij wijze van spreken, hè. Ik bedoel, maar ik heb mensen die me goed kennen weten dat ik dat altijd gedaan heb en mijn mening geventileerd, waar ik ook zit en wie ook de tegenpartij is, omdat het een eerlijke mening is. Dus ik geef die nog af en toe bij de commerciële omroep. Ben je nog in dienst bij de commerciële omroep? Ik ben nooit, praktisch nooit in dienst geweest. Ik ben een zelfstandige, met uitzondering van 3 jaar, mijn hele leven geweest. Maar wordt er een beroep nog op je gedaan door de commerciële? Ja, ik word nog wel eens geraadpleegd. Vooral als het kot in brand staat, zo, dan gebeurt dat nog wel eens, maar ook op andere momenten heb ik hele goede contacten met een bedrijf waar ik natuurlijk emotioneel nog erg bij betrokken ben. Maar ik moei me absoluut niet over programmatie of over talent of wat dan ook. Maar dat neemt niet weg dat ik wel een mening heb en dat ik die dan zeg. En daar blijft het dan ook bij. Voor je persoonlijke carrière, zijn er nog plannen voor nu? TV, series, film? Natuurlijk, ze moet mij niet vragen om een spelprogramma te gaan presenteren of wat dan ook. Dat interesseert mij niet meer. Daar zijn er anderen voor. Maar ik heb graag een scenario waar ik dan wat het kind kan uithangen voor de camera. Dat doe ik wel erg graag. Dus ik heb een paar projecten nog op til staan voor feuilletons en een film. Maar we zien wel.